Met trots presenteerden de Belangenvereniging Badmen, Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Deventer vorige week de plannen voor geluidswerende maatregelen naar de verbreding van de A1. De Belangenvereniging Badmen is voorlopig tevreden met het resultaat. Langs de A1 komen over een lengte van 2,3 kilometer geluidsschermen en geluidswallen van 3 meter hoog. Dit moet het geluid van het verkeer afnemen met minimaal 4 decibel langs de randen tot 9 decibel in de kern. De schermen worden afgewisseld met aarden wallen om het geheel landschappelijk aantrekkelijk in te passen. Het kan nog wel even duren voordat de schermen en de wallen klaar zijn. De verwachting is dat dit nog wel 5 jaar op zich laat wachten. Komende zomer gaat de schop al in de grond voor de verbreding van de A1 van 2x2 rijbanen naar 3x3 rijbanen.